Slingeren van touw naar touw, tijgeren onder een net en een wand van autobanden beklimmen. Het zijn een paar van de obstakels die deelnemers van de Stormrun in Deest op zondag moesten overwinnen. De run bestaande uit 6, 9 of 13 kilometer aan modderige velden. Afgewisseld met hindernissen trok een diverse groep deelnemers. Van kinderen tot volwassenen, alle werden fysiek uitgedaagd. Waar toeschouwers zich dik hadden ingepakt tegen de kou, waren de deelnemers veelal gekleed in thermokleding. Gelukkig konden ze naderhand zich allemaal opwarmen bij de kantine op het sportpark Kremershof.